Assalamu alaikum, beste kijkers. Iedereen kent natuurlijk tegenslagen in zijn of haar leven. En we zijn benieuwd en willen graag een indruk krijgen hoe iedereen daarmee omgaat. Of zij juist dan meer bezig gaan zijn met het geloof of juist minder. We zijn benieuwd naar de verhalen en daarom zijn we de straten opgegaan hier in Tilburg om indruk te krijgen hoe iedereen met tegenslagen omgaat. Kijk mee. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Heb jij wel eens tegenslagen gekend in jouw leven? Iedereen heeft wel tegenslagen in het leven, toch? Maar ben je dan iemand die dan extra bezig gaat zijn met het geloof? Of juist niet? Ligt eraan welke situatie het is. Ja? Ja. In welke situatie wel, bijvoorbeeld? Als iemand overleden is, ja, dan ga je wel iets meer naar geloof gericht zijn, toch? Ja? Ja. Wat doe je dan? Iets meer bidden. Soeras. Ja, enzovoort. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Goed, alles goed? Alhamdulillah, goed met jou? Alhamdulillah, barakallahu fik. Ik had een aantal vragen. Heb jij wel eens tegenslagen gekend in jouw leven? Iedereen heeft denk ik wel tegenslagen gehad, toch? Ja? En als je die krijgt, hoe ga je daarmee om? Ik weet van mezelf dat ik een doorzetter ben, man. Dus jij geeft niet op? Nee, ik geef zeker niet op, man. En hoe doe je dat? Ik weet van mezelf dat tegenslagen van bovenaf komen, man. Dus, alhamdulillah, weet je. Ken jij wel eens tegenslagen in jouw leven? Ja, die ken ik wel zeker. Die heb ik ook wel eens meegemaakt. En hoe ga je daarmee om als je dat krijgt? Ja, ik ben eigenlijk heel simpel daarin. Ik zeg altijd gewoon kan gebeuren, want zo gaat het leven. Je kan niet bepalen wat het leven jou brengt. Dus je ziet wel gewoon wat er komt en dan ga je gewoon verder. Assalamu alaikum, broeder. Jij bent eigenaar van deze mooie slagerij? Ja. In corona horen wij van verschillende ondernemers dat zij het zwaar hebben. Gaan financieel ten onder. Merk jij daar ook wat van? Ja, dus in ons sector merken niet meer zoveel. Maar alhamdulillah, wij draaien gewoon goed. Als je maar goed bezig bent, dan Allah geeft de rest. Dus. Oké, dus als... Als je maar gewoon werken, dan Allah geeft gewoon rest. Dus. Oké, dus als het wat slechter gaat, dan... Hoe zou je daarmee omgaan? Ja, dus je moet gewoon proberen gewoon best te doen. Dus gerust komt van Allah. Dus, okay. Dus wat Allah geeft, je gewoon maar accepteren. Dus verder, je kunt niks doen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Broeder, ik vroeg me af, ken jij ook wel eens tegenslagen in je leven? Jazeker, ja. En als je die krijgt, hoe ga je daarmee om? Alhamdulillah, over het algemeen, dan vraag ik mezelf af, wat heb ik fout gedaan? Zelfreflectie, terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala, aanbidding. En misschien wel toba. In positieve zin en negatieve zin, want tegenslag hoeft niet per se negatief te zijn. Hè? Dus jij kunt tegenslag ook positief opvatten? Jazeker, jazeker. Als iets niet doorgaat, wil niet zeggen dat het bij definitie slecht is. Oké. Dat is de hikmah van Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk. Hè? Dus jij valt tegenslagen op als dankbaarheid? Zeker, broer. Dankbaarheid, zeker. Dankbaarheid richting wie? God. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Broer, heb jij wel eens tegenslagen gekend in jouw leven? Jawel, veel. Ja. Soms veel, soms weinig. Ligt aan waar het om gaat. Oké, en hoe ga jij daarmee om? Positief. Ik probeer te bidden en sadaqa te geven aan de armen. Ja? Assalamu alaikum, broer. Wa alaikum assalam. Broer, ik had een vraagje. Heb jij wel eens te maken gehad in jouw leven met tegenslagen? Nee, niet vaak. Nee. Alleen, nee. Af en toe. Heel af en toe. En als jou dat overkomt, hoe ga jij daarmee om? Ik heb het niet zo vaak gehad, maar als ik een tegenslag had, zou ik altijd met gebed verrichten. Dan zou ik altijd terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. En zou ik om hulp vragen. Heb jij wel eens tegenslag gehad in jouw leven? Ja, ik heb wel tegenslag gehad in mijn leven. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ja, meestal... Ja, ik zoek gewoon echt afleiding. Ik zoek afleiding voor mezelf. Ik probeer leuke dingen te doen. En ik probeer meer met mijn geloof bezig te zijn.